Tijdens een feestelijke prijsuitreiking op 5 maart is Paul González van Iberdeli tot winnaar van de Ondernemersprijs Rotterdam uitgeroepen. Iberdeli zet haar vakmanschap in om de beste producten van het Iberische varken aan te bieden. Wat was uw eerste reactie? Ja, heel bijzonder, ongelooflijk, heel mooi. Zonder meer, blij natuurlijk voor onszelf en het hele team. Had u het verwacht? Nee. Ik dacht gewoon 1/3 kans dat je zover bent gekomen genomineerd. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En ja, verwacht. Mensen vragen heel veel. Heb je gewonnen? Dus ja, ik denk dat we 1/3 kans hebben. Ik vind dat wij niet slechter zijn, maar ook niet beter. We doen ons ding. En ja, dat we gewonnen hebben is heel bijzonder, ja. Ja, ik vond een fantastische ontlading met de winnaar Iberdeli. Die, naar mijn gevoel, terechte winnaar is. Dus een hele mooie bijeenkomst. Terechte winnaar volgens u. Waarom? Ja, het thema was dit jaar jong ondernemerschap. Jong ondernemerschap op weg naar de top. En dit bedrijf bestaat in jaren 4, 5, 6, uit mijn hoofd 6 ongeveer. En hebben echt gepresteerd om vanaf niks de ondernemer Paul, die in zijn auto gestapt is, en een Spaanse ham, de Iberico ham moet ik zeggen, sorry. Om die in Nederland te proberen te slijten aan restaurants met name en aan koks en noem het allemaal op. En die is echt letterlijk met niks begonnen, met een paar hammetjes in de schuur en in de auto dat wegbrengen. Tot een hele gezonde onderneming die er nu jaren 5 bestaat. Die een flink aantal medewerkers heeft, mooie omzetten heeft en ook internationaal aan de weg timmert. Dus ja, in een paar jaar zijn bedrijf op een geweldige manier heeft uitgebouwd. En waarom heeft u gewonnen, denkt u? Wat de jury zei, dat er echt passie, authentiek, oerondernemerschap. En ja, misschien is dat een mooi voorbeeld voor jonge ondernemers om te zien van hey, vandaag de dag met de moeilijke prijs kan je toch wel, met de moeilijke tijden kan je toch met iets, een bijzonder product, kan je toch nog hele mooie dingen doen. Ook werd de KP van de Mandelenpenning en het daarbij horende prijzengeld van 15.000 euro uitgereikt. Deze ging naar Annie Gruizen. Ja, de KP van de Mandelenprijs, die krijg je als je sociale ondernemer bent in deze stad. En waarom heeft u hem gewonnen, denkt u? Ja, ik heb de jury gehoord en zij hebben gezegd dat wij naast dat we ook ondernemen in deze stad, heel veel sociale dingen doen. Met die prijs kunt u geld doneren aan goede doelen. Welke goede doelen zijn dat? Voor culturele hebben we de Scapinobelet uitgezocht. Voor sport de Koen Molijn Cup voor F'jes, F-voetballers. En sociaal quota branch die kerstpakketten bezorgen bij families die daar geen geld voor hebben.